Het was een drukte van belang bij scouting Corvus Corone aan de Keizerspoeldijk. Eerst nog even allemaal gezamenlijk op de foto en een routebeschrijving halen. Elk jaar vindt hier de startplaats van een groot evenement. Vanavond is Walking Wieringen bij Night. Dat hebben we een aantal jaren georganiseerd. Toen zat de klad erin vanwege corona en nu hebben we het weer opnieuw opgepakt. Dus dat gaan we vanavond lopen met z'n allen. Wat is de bedoeling? Wat moeten de deelnemers onderweg doen? Alleen maar lopen en genieten en kijken naar de leuke lichtjes en de leuke kunstwerken wat we onderweg hebben neergezet. Ja, hoeveel kilometer moeten ze? Het is 18 kilometer. Dus dat is best nog wel een pittig eentje voor sommigen. Gaan we het redden? Makkelijk. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed komt. Ja, het zijn heel wat kilometers hoor. Ja, het is een heel eind. Dat is waar. Maar gelukkig is de wind wat gezakt. Dus ik denk dat het goed komt. Ja, je hebt de lichtjes om, zie ik. Ja, gezellig. Een kleurrijk geel, zo met die meiden allemaal. Dus dat komt helemaal goed. Dus we wachten niet voor het donker thuis terug te zijn? Nee, dat denk ik niet. Dan moeten we wel heel hard. Dit jaar is het thema winter. Nog even om de deskundige leiding warm draaien. En dan kunnen de honderden lopers onderverdeeld in kleinere groepen van start. Tot over een uurtje. Ja, dan ben ik wel weer terug. Maar er is onderweg zoveel leuks te beleven dat het eigenlijk vanzelf gaat. Wat is er ongeveer onderweg te beleven? Allerlei verlichting dingetjes, kunstwerkjes, een hapje, een drankje, muziekje, van alles. Kijk nou, jullie hebben er zin in waarschijnlijk. Ja, we hebben er heel veel zin in. Ja, absoluut. Zitten we flink in de kleuren? Ja. Ja, we hebben ons best gedaan. Nou, dan is het goed. Hoeveel moeten jullie nog? Hoeveel moeten we nog? Nog, weet ik veel. Nog twee stempels. Dat is goed hoor. Twee stempels nog. Toch een paar kilometer. Nog, ik denk het. Ja. Succes. Ga nu terug. Bedankt hè. Doei. Gaat het voorspoedig? Hartstikke voorspoedig. Ja, superleuk. Heel goed geregeld allemaal. Hoeveel moeten jullie nu nog? Zijn we al de helft? Die weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Nee. We hebben nu 4 posten gehad, toch? Ja, 4. Ja, ik denk op de 2? Helft. Nog een kilometer of 8, 9 denk ik. Of zo. Ja. Dat lukt wel. Dat lukt zeker. We gaan succes. Ervoor. Dankjewel. En hoe lang doen ze er ongeveer over? Heel wisselend. Sommigen lopen heel snel en die stoppen nergens. En die zijn met een paar uurtjes weer terug. En anderen maken er een feestje van en die komen om 1 uur hier binnen. Want dat is de tijd dat ze hier binnen moeten zijn. Maar het wordt wel nachtwerk voor jullie? Ja, het wordt voor ons zeker nachtwerk. En we zijn er al een hele week mee bezig. En morgen nog. En overmorgen. Dus het is een flinke klus. Maar weet je, als straks de wandelaars weer binnenkomen met een smile op hun gezicht en zeggen het was weer fantastisch. Nou, dan hebben wij het goed gedaan.